Hallo. Goedemiddag. Ja, nou ja, welkom. Ik heb nog best wel last met mijn elleboog. Het gebeurt ineens weer. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het seizoen is begonnen voor ADO. Ja, hoe leuk is het om naar de bioscoop te gaan? Ik ben 10 jaar niet geweest. En ja, ik ga dus naar de bioscoop naar ADO tegen Heracles kijken. En ik hoop dat we dan gaan winnen natuurlijk. Ik ben met Sandy, het meisje waar ik altijd mee reis, die filmt mij even nu. En nou ja, we lopen zo naar de bioscoop, dus nou ja, loop met ons mee. Wat een slechte grap. Ja. Oh ja, kut, dit is een fietspad, joh. Ja, maar precies zo willen fietsen. Maar dit is dus het grote probleem in Den Haag, het fietspad, wat gewoon niet herkenbaar is, weet je wel? Ja, moet je me net aanrijden, net voor Aden Den Haag. Weet je wat er dan gebeurt? Ja, niks, maar... Ja, wel een beetje... Haagse wielen. Het is een mooie auto. Loop het weer twee in mijn beeld. Kijk, het ziet er wel mooi uit, het rood. Nou, we zijn vandaag in Luton-town. We zijn net geland. Helaas, het is 8 maanden geleden dat wij op reis zijn geweest. Sen, zeg even gedacht, heb je één keer gezien. Hoi. Hoi. Nou, mooi. Ze is niet... Ze staat op elke koffer, maar bij mij wil ze nooit in de vlog. Dat is het meisje waar ik altijd mee ga naar Engeland, dus op reis. En nu hou ik mijn bek en dan is het gewoon een sfeerbeelden en dan pleur ik er wel muziekje onder, jongens. Since I was young. Wat loopt daar nou? Wat zijn dat nou voor K-boys? Nou, dat mag je ook niet meer zeggen tegenwoordig. Maar goed, hi hi. Die gasten ook in elke stad trouwens. Barcelona, Luton zeker. Vaak als je terug gaat, zie je raar mensen lopen. Dat mag gewoon echt niet in een groot deel. Chinatown daar, Sandy. Hoi, in het... Hé, hey, hoe is het? Nou kijk, dan kom je ook het leuke echtpaar tegen. We gaan naar ADO in de bioscoop kijken. Oh, dus, ja, cool. Hoe laat begint het? 2:30. Okay. Hoe laat is het nu? Dus ik heb haast. Het is hoe laat begint? Doe even een voorspelling, jongens. Heracles ADO. Heracles ADO, hij is de voetbal-expert. Heracles ADO, ja, hij is Ajax zeker. Nee, Feyenoord. Oké. Gelukkig. Ik denk een 1-1. Een 1-1. En jij? Nee, ADO gaat winnen. Klaar. Ik ga heel snel doorlopen, ja. Dank jullie wel. Doei. Dat zo uit. Nou, vertel, ja. Newcastle. Ja, wij zaten in Hilton, maar... Double Tree bij Hilton. Dus nog ineens echt Hilton, maar... ik wil weer snel naar Newcastle, hoor. Als het open gaat, echt. Dat is het eerste wat we doen, denk ik. Ja, eerst Luton Town. En dan Newcastle. En Leeds, hè. Premier League. Leeds heeft van... 4-3 gisteren. Ja, 4-3. Want ik heb zitten kijken, maar toen was het Feyenoord dus. Oh, ja. Dus ik heb het eigenlijk niet gezien.
gezien, maar het was echt een leuke wedstrijd. Ik wilde ook Newcastle kijken, maar Feyenoord speelde inderdaad. Maar ik vond het fijn dat op een gegeven moment zo saai. Ja, maar alles is saai, ook buitenland. Ik heb een stuk zitten kijken van Newcastle. Ja, het is niet om aan te zien waarschijnlijk. Ja, ik weet niet. Ik wil gewoon dat ze winnen. Ja, ik ook zeker. Maar goed, we zijn bijna bij de bioscoop. Ja, dat is sinds 10 jaar dat ik naar de bioscoop ga voor een wedstrijd voor ADO. Nou, dan weet je wel wat er weer gaat gebeuren. Als ze winnen ga ik volgende week weer naar de bioscoop. Ook al is het 11:15. Kijk, er lopen al een ADO supporter. Die gaat alleen de verkeerde kant op. Maar goed, ja, dat doen de meesten wel. Maar je kan hier ook naar binnen. Oh, echt? Ja, dan gaan we hier naar binnen. Een authentieke roltrap. Ja. Maar weet je dat? Ik ben hier wel geweest. Nog nooit in mijn leven. Nee? Nee. Ja, wel bij Intersport, maar... Nou goed, ja, kijk. Daar lopen Lex Immers. Dank u. Als je gaat duwen, vermoord ik je. Alleen aan het trekken. Pathé, naar zaal 3 hebben we nodig. We lose every week. We lose every week. We lose every week. We're nothing special. We lose every week. Slecht Engels. Nou, Sen, 2-0 verloren. Ja. Zit wel, gaan we bitterballen maar doen en een drankje. Ja, je moet toch wat? Ja, hè? Ja, jij hebt gewonnen met 2-0 gisteren. Dus jij denkt dat Feyenoord kampioen wordt, toch? Ja, dat denk ik. Nou, ik denk niet dat ADO kampioen wordt. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed. We zitten bij Roots en we doen gewoon even een drankje. En een bitterballetje en een pizza-gantje blijkbaar. Dus. Oké, ADO 2-0 verloren. Maar Sen, we sluiten hem goed af vandaag, zondag. Ik heb echt pijn in mijn elleboog. Maar goed, maakt niet uit. Nou, proost op Feyenoord dan voor jou. Ja, en op Engeland. En op Engeland, dat we heel snel weer mogen. Ja. Nou, doei allemaal en
Nou, tot de volgende vlog.